Welkom in Olly zijn grote bed. Een bieple. Een boosterple. Ik heb eigenlijk bijna impulsief gekocht. Komt van Denemarken. Maandag, dus het weekend na de Sint, is die toegekomen. Wat zit er daar al in? Het is moeilijk met één hand filmen. Zo. Dus eigenlijk, ik had betaald met Visa en eigenlijk wel vrij snel mijn pakketje toegekregen. Ze waren hier al de sleutel langer. Altijd wel geesten. De boosterplug zelf. Wat ik elke keer zitten zoeken. Dus de boosterplug zelf, dat is eigenlijk een transistor zijn. Vraag mij niet wat dat is. Maar het is ook plug and play, dus je kunt eigenlijk uw... Het is ontwikkeld door een die een BMW moto had. Hij was met zijn beu dat die moto de arm draaide. En dat toestel doet eigenlijk hier een temperatuursensor. Die, hoe moet je dat zeggen, trekt, voelt, ja, in het Nederlands, misleidt eigenlijk in een ECU. Waardoor dat je een ECU denkt dat frisser is buiten. En wat doet een ECU als het frisser is? Je steekt meer... Je spuit, laat meer naft in spuiten, dus je mengsel is iets rijkere vergouding. Wat is dat hier allemaal? Wat is de boosterplug? Installed in less than 10 minutes. Ja, dat gaan we nog eens zien. No cutting or splicing. Kijk hier dat hier staat. Improved and softer throttle response. Snellere acceleratie. Misschien gaat nu even een keer wheels kunnen. Jerky low RPM. Ja, als je laag in toeren zit, een tweede of zo, en je trekt door, is het wel je karakter moeilijk. Een sterkere ralentie en. Oh, dat is wel minder. Reduced puffing in your aftermarket exhaust on engine braking. Wat dan nou wel cool dan. Maar dat verstaat niet, wil. Ah, een rijker mengsel wanneer dat ik nodig heb. En keep your fuel consumption low. Dat weet ik ook nog niet. Maar dat zijn hier een paar dingen. Easy install, 5 minutes. Ben ook cruis. Snelle start. Ja, jongens. Dat wil ik eens zien hier. Ja, alle modellen. Dat is kort lifetime warranty op boosterplug.com. Mensen die dat al hebben, van Zouderik een tip had. Conversion chart. Oh ja, oké. Popom. Improved and softer throttle response. Stronger idle. Ja, dat hebben we al gezien. Hier een steer, Ezekte Power Commander, ja, oké. Riding bikes is rewarding so many ways. It's about joking, but it's also about joking with friends. This sticker is a fun way to let them know that you made the smarter choice. Ja, goedkoper misschien wel, maar slimmer, ja, geen idee. En hier hebben we dan nog een file. Nog een steertje. Ah, die ketting heeft trouwens net geen 150 gekost. 147 zeker, dus hopelijk is het de moeite waard. Installatie. Deze instructies zijn general instructions. You need to install the boost plug. Installation is really easy. Follow these steps. Ja, hier heb je lucht. Je luchtbox. En hier een ECU. En blijkbaar moet je met het manneke naar een ECU. Met meisje naar een airbox. En die route de thermal NTC to location where it's unaffected by engine heat. En secure it with zip ties. O,
Oké, ik ga nu nog een keer kijken naar Boosterplug. Misschien staat er specifiek wel voor F800R. Toch te installeren, hè. Dus het is een installatie van 10 minuten, maar ik ben er zo in. Dus dat zal wel wat langer duren. Bon, met een paneel is los. Zo. In principe is het dan. Oké, klik. Ik heb nu beslist voor een iertang. Ik heb hem hier goed vastgelegd aan de buitenkant. Iedere keer in de ronde dan, maar zoals verwacht schoof hij eraf. Ik hoop dat het niet een friet draait. Is draait. Dat is even tijd voor een review van mijn boosterplug dat ik dus gestoken heb. Ja. Maar ik kan nog een beetje opwarmen, ik ben juist vertrokken. Ja, in het begin stond ik er sceptisch tegenover. Hè. Ik heb reviews, allez, ik heb de stukken gaan filmen en ik was er eigenlijk totaal geen fan van eigenlijk. Ik merkte geen verschil. Allee, toch geen direct verschil. Maar ik weet niet hoe dat komt. Like, ja, even ermee te rijden. Je begint te letten op de kleine details. In het begin denk je eerst van ja, je denkt dat gaat een bijre groot verschil zijn. Hé? Like dat je ja, bij wijze van 10 pk's meer hebt. Ja, dat is niet dus zo, maar we beginnen te merken aan de kleine dingen. Like bijvoorbeeld, sorry, wat gast. Een veel stabielere, echt, maar dat is dus, alleen, dat is geen zever. Dus mijn ralentie is veel stabieler. Voor bij de eerste, of nu zijn, of tweede zit, dan. Allee, kan ik perfect gewoon in ralentie, wat dat vroeger in snokken ging zijn. Dus dat is wel nice. Wat dat er ook is. Hoho, trouwens, ik kan naar eerst. Ik ben zo badass. Wat dat er ook wel is. Is inderdaad ook, uw optrekking is veel smoother. Zeker, ja, vanaf die toerentallen hier, hè, vanaf 5000, hè, voel ik wel een groter verschil. En ook als ik bijvoorbeeld bochten inneem, lager in toeren, maar ik kan dat nu wel niet doen, het ligt niet echt perfect. Maar als je dan echt, bijvoorbeeld nu in vierde tien bocht, ga zo, kan perfect uitaccelereren, waardoor dat ik voor die boosterplug een Vitesse naar beneden zou gaan. Dus dat vind ik ook wel nice. Naftenverbruik. Ja, ik persoonlijk kijk daar niet zo heel veel naar. Ja. Had nu wat meer of wat minder zin. Ja, dat is de slothoek. Ja. Gaat dat komen op die 1 liter of die halve liter? Ja. Tuurlijk, ja, het moet 5 liter zijn. Dat zijn andere zaken. Oei, politie. Toch niet. het ploppen zelf, dat is niet weggegaan. Dat is nog steeds gebleven. Maar ja, hij draait. Hij voelt dat hij meer macht heeft. Nu is de hamvraag. La question jambon. En dan is een 150 euro waard. Als je zo over het, zou ik zeggen ja. Als je zegt van, oh kijk,
Ik heb nu mijn nieuwjaar gehad, ik had dat eigenlijk echt niet nodig. Toch zou ik dat eraan geven. Maar als je echt kijkt naar verbetering voor je motto, misschien dan wel op circuitniveau. Ja, ik weet het niet. I rest my case. Volgens mij, als je het echt wil weten, moet je eigenlijk gewoon aan een dino. Een dino! Dat is een spel om te testen, hè. Heb de rol. En dan zie je curven. Curves. Twee mooie curves.